people. Ik ben vandaag op vakantie, deze hele week trouwens. En ik begin mijn vlog nu. Ik ben maar mijn weekvlog. Het is nu zondag. En ik ben in Schorl. Dat is een plaatsje in Noord-Holland. Onder Amsterdam. En hij is begonnen met klimmen. De linkervoet zet hij op een goede greep. En zijn rechtervoet zet hij er ook bij. Vaak is dat niet verstandig, maar ik denk dat het nu wel een slimme zet was. Hij moet kleinere stapjes maken als hij niet vermoeid boven wil komen. Dat doet hij nu ook. Hij zet zijn linkervoet ook goed neer. Dat is wat we willen zien. Als hij zijn linkervoet daarnaast nu zet... Precies. Dan zou dat wel heel handig zijn. Hij maakt echt kleine stapjes. Dat is veel beter voor je vermoeidheid. Dan kan hij klimmen in zijn benen. We hopen natuurlijk allemaal dat hij doorgaat naar de volgende ronde. Want als hij die haalt, dan is de kans zeer groot dat hij heeft gewonnen. Als hij deze route niet haalt, dan verliest hij waarschijnlijk. En dat hopen we natuurlijk niet. En ja. Maar het gaat tot nu toe best wel goed. Hij hoeft... toch maar een paar grepen voordat hij daar is. Ik hoop dat hij het haalt, want dat zou echt heel mooi zijn. Dan moet hij die blauwe route die daarnaast is klimmen. Hij wordt trouwens automatisch gezekerd. Dat is zeg maar heel handig. Want dan kun je geen tips geven. Dat mag namelijk niet. Want niemand is er nu bij. Pas als hij hem heeft gehaald, komen er allemaal mensen bij stromen en zo. Heel mooi om te zien altijd. Hij doet het wel goed. Ik denk eigenlijk wel dat hij het haalt. Want ja, dat denk ik. Hij is de enige Nederlander. Wat gebeurt er nu? Valt hij? Is hij gevallen? Nee, hij is net niet gevallen, jongens. Dit scheelde heel weinig. Yes, oh, dit is fijn. En pakt hij de greep? Pakt hij de greep? Hij heeft hem! Hallo allemaal. Bas heeft de gele route gehaald. Maar China deed het ook niet slecht. Deze route heeft China ook gehaald binnen 35 seconden. Dat is echt heel snel. We hopen natuurlijk allemaal dat Bas van JW en Bas, de enige echte, abonneer allemaal op hen. En op JW. Dus op het YouTube kanaal JW en Bas waar hij nu ook op zit. Maar we hopen natuurlijk dat hij China verslaat en dat hij niet valt. Dat zullen we feest vieren. Dan zullen we echt heel blij zijn en trots op Nederland. Dat het zo'n prestatie heeft gehaald. Ik denk dat ik daar ook emotioneel van zou worden. Maar dat knippen we eruit omdat we dan die willen zien natuurlijk. Oh, hij heeft hem gehaald, jongens en meisjes. In de 80-jarige oorlog wouden veel mensen dat de geuzen binnenkwamen. Dat zijn zeg maar de mensen die in Alkmaar zeg maar streden voor vrijheid. Maar er waren ook een paar mensen die de Spanjaarden, de katholieken, binnenlieten. Wat zou er gebeuren als ik aan dit touw trek? Oh nee, de bel gaat. Ik weet niet waarom dat is, maar maakt ook verder niet uit. Die people, die vochten ook met allemaal wapens en met beschermingen. Dat is echt heel sick. En een schild en een chestplate. En een trommel of tom of zo. Nog een chestplate. Een bel. Dat is echt heel sick.
is vandaag de laatste dag. En we gaan nog even bij de zee chillen en zo. Maar dat ga ik allemaal niet filmen. Dus ik heb nog maar één ding te zeggen.